Hallo iedereen. In deze video gaan we woorden zien die beginnen met uit en met in. We gaan starten met woorden die beginnen met uit. Het eerste woord, uitgaan. Ik ga naast elk woord een voorbeeld zien schrijven. Zo, uitgaan. Ik ga uit in het weekend. Ik ga uit in het weekend, bijvoorbeeld. Hoofdletter, want het is het begin van de zin. Zo. Ik ga uit in het weekend. Uitvallen. De elektriciteit. Oeps, elektriciteit valt uit. Als het stormt. De elektriciteit valt uit als het stormt. Uitspreken. Je moet de letters duidelijk uitspreken. Uitdrukken. Hij kan zijn gevoelens goed uitdrukken. Dit zou je ook negatief kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Hij kan zijn gevoelens niet uitdrukken of niet goed uitdrukken. Uitvinden. Wie heeft het licht uitgevonden. Wie heeft de computer uitgevonden? Bijvoorbeeld Edison heeft uitgevonden. Wie heeft nog van alles uitgevonden? Dus iemand die iets heeft uitgevonden. Bijvoorbeeld, je zou ook kunnen zeggen, wie heeft de auto uitgevonden? Nu zijn er auto's. Vroeger, dan spreek ik over 100 jaar geleden, waren er geen auto's. Maar vroeger, bijvoorbeeld 50 jaar geleden, waren er geen computers. Dat bestond niet. Dus wie heeft de computer uitgevonden? Dus iemand die iets uitvindt, is een uitvinder. Ik ga dat woord ook even opschrijven voor jullie. Een uitvinder. Iemand die iets uitvindt. Bijvoorbeeld Edison was een uitvinder. En ik kan nu niet zo direct op andere namen komen. Dat schiet me niet te binnen, maar dat is een voorbeeld ervan. Dan. Uitrafelen. Dit is een beetje een moeilijke. Ik zou zeggen bijvoorbeeld, dat tapijt is niet mooi meer. Het is uitgerafeld. Zo, dat tapijt is uitgerafeld. Oké, dat tapijt is uitgerafeld. Of dat blouseje. Dat blouseje is uitgerafeld. Zo, de kant, de onderkant van dat blouseje is niet meer mooi. Of de zijkanten van het tapijt zijn niet meer mooi. Ze zijn uitgerafeld. Niet netjes meer uitgerafeld. En dat wordt meestal gebruikt voor dingen die bestaan uit stof. Zoals kleding of een tapijt. Uitgerafeld. Dus de kanten, de randen zijn niet meer mooi. Niet meer mooi glad, ze zijn uitgerafeld. Dan gaan we naar woorden die beginnen met in. Inspreken. Spreek een boodschap in na de piep. Als je belt naar iemand en je krijgt de voicemail of antwoordapparaat, dan hoor je heel vaak, spreek een boodschap in na de piep. En dan hoor je een piep.
Piep. En daarna mag jij een boodschap inspreken. Een boodschap is een ander woord voor bericht. Een bericht. Zo een korte mededeling, een bericht. Spreek een boodschap in na de piep. Invallen. Wat zou ik kunnen zeggen? Oké, de leraar Nederlands is ziek. En er komt nu een andere leraar in de plaats. Dus die andere leraar valt in. Dus hij valt in omdat zijn collega ziek is. Dus zo tijdelijk iemand anders die zijn werk overneemt invallen. Indoen is ergens iets indoen, iets instoppen of iets insteken. Bijvoorbeeld, ik doe de suiker in de suikerpot. Ik doe de suiker in de suikerpot. Ik doe de koffie in het koffiekopje. Ik doe de melk in de melkkan of ik doe de melk in het glas. Ik doe de melk in het glas. Ik doe de melk in het glas. Invullen. Bijvoorbeeld, je moet dat formulier helemaal invullen. Je moet het helemaal invullen. Elke vraag moet je beantwoorden. Je moet het formulier helemaal invullen. Dan blijven er nog twee woorden over met in. Inslapen. Dat is eigenlijk een ander woord voor sterven. Doodgaan. En dit woord inslapen wordt heel veel gebruikt bij dieren. Bijvoorbeeld dieren zijn ongeneeslijk ziek, dat betekent dat ze niet meer beter worden, niet meer kunnen genezen. En soms laat men dan een dier inslapen. Bijvoorbeeld, hij moest zijn hond laten inslapen. Dus een spuitje geven en dan gaat de hond dood. Als hij niet meer beter kan worden en heel veel pijn heeft. Dus dan is dat soms een beslissing die mensen nemen. Zo, hij moest zijn hond laten inslapen. Dus slapen is gewoon slapen, maar inslapen is doodgaan. Ja. Ingraven. We zullen nog een voorbeeldje met een hond geven, een gezonde hond. De hond graaft zijn bot in. Dus de hond heeft een bot en hij graaft een put in de grond, in de aarde, en daar legt hij zijn bot in en hij graaft het. Hij doet de put terug dicht. Graven is een put maken in de aarde, in de grond. En honden graven dan soms hun bot in om het te verstoppen of om het later dan terug op te halen. Dus dat zijn woorden met in en met uit. Uit en in. Zo, ik hoop dat deze video jullie helpt en vinden jullie deze video leuk. Geef mij een duimpje en abonneer voor meer. Bedankt voor het kijken.